Ik ben Sven van Hoeken. Ik geef hier wiskunde, wetenschappen en toegepaste natuurwetenschappen. STEM-wetenschappen is geschikt voor leerlingen die een interesse hebben in wetenschappen en die eigenlijk ook een wetenschappelijke richting willen verder studeren in de hogere jaren. Dus ze krijgen eigenlijk van alle wetenschappen die ze in het eerste jaar al hebben gezien, krijgen ze bij ons een extra uitleg. Dat is modellen maken zoals in techniek, dat is experimenten en metingen uitvoeren zoals in natuurwetenschappen. Dat is vraagstukken en probleemoplossend denken zoals in wiskunde. En ook algoritmes bedenken zoals dat ze bij informatica hebben geleerd. We gaan proberen enerzijds om hen warm te maken voor die wetenschappen en anderzijds, aangezien dat uitdagende opleidingen zijn, gaan we hen ook proberen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Ik ben Johan Goethuis en ik geef 29 jaar les hier op deze campus. De vakken die ik geef is in het seminariegedeelte, zowel in het eerste jaar van de A-stroom en het tweede jaar. En dan het optiegedeelte maatschappij en welzijn. Het vak die maatschappij en welzijn, eigenlijk, wat gaan we dan vooral zien? Alles rond een beetje rond de gezonde levensstijl, rond gezonde voeding, voldoende beweging. Dus na deze keuze van die maatschappij en welzijn is de bedoeling dat de leerlingen eigenlijk dan ofwel kunnen ze doorstromen naar een humane wetenschappen, maar vooral de leerlingen blijven op onze campus en blijven eigenlijk in het studiegebied maatschappij en welzijn. Ik denk dat onze leerlingen onze school vooral kiezen omdat onze school eigenlijk is geen heel grote school. We hebben eigenlijk van elke klas maar 2 of 3 klassen. We kennen onze leerlingen allemaal persoonlijk. Het zijn zeker geen nummers. Ook wij zelf, we hebben inderdaad een heel goede sfeer onder de collega's. En ik denk dat de leerlingen dat ook wel voelen.